Op dit moment zijn we met de 22e trainingsquadron van het Korps Mariniers een woestijntraining aan het uitvoeren in 29 Palms in de Mojave Desert in Californië. We voeren hier trainingen uit in dit gebied omdat wij overal ter wereld kunnen optreden. Onze lijfspreuk van het Korps Mariniers is qua paard het orbis, zo wijd de wereld strekt. En wij voeren zowel trainingen uit in arctische, bergachtige, jungle en desertomstandigheden. Vandaag hebben we een training uitgevoerd waarbij we met scherpe munitie met ruim 100 man een vallei hebben gekleerd. Hierbij moesten we meerdere doelen uitschakelen en dat vergt de nodige coördinatie. Maar het is uniek dat we deze training hier uit kunnen voeren, want zo'n aanval duurt een aantal uren. En dit is een van de weinige plekken in de wereld dat dat mogelijk is. Als eenheidscommandant kijk ik tot nu toe zeer tevreden terug op de training. Als ik kijk naar de extreme weersomstandigheden in deze woestijn, dan kan ik alleen maar zeggen dat dat bij heeft gedragen tot de enorme groei die mijn mannen hebben doorgemaakt. En dat stemt mij zeer tevreden. Voor mij is het de eerste keer dat ik naar Amerika kom voor zo'n training. Ja, dat is natuurlijk fantastisch dat we deze mogelijkheid hebben om hier voorwaarts te gaan. Het is natuurlijk enorm uitdagend hier voor ons. Het is absoluut mooi te zien om die jongens hier met z'n allen aan het werk te zien. En dat geeft gewoon een goed gevoel.